welkom bij deze nieuwe video. De laatste keer dat jullie mij hebben gezien zat ik in Spanje en nu ben ik weer terug in Nederland. Ik ben al een aantal dagen terug. Dit is mijn eerste video vandaag weer die ik maak na mijn Spanje avontuur. Voor de mensen die het hebben gemist of mij nog helemaal niet kennen, ik ben alleen 11 dagen naar Spanje gereisd en ik heb alles gevlogd. Al die video's staan allemaal al op mijn kanaal. Ik hoop echt dat jullie ervan hebben genoten. Dit was de eerste keer dat ik zo uitgebreid heb gevlogd en ik moet zeggen, het beviel me wel. Dus ik ben van plan om wel een beetje de vlogs aan te houden, ook hier. Dus let me know wat jullie ervan vonden. Ik heb echt super genoten. Ik ben lekker bruin, zoals je kunt zien. En ja, aan de andere kant ben ik ook wel weer blij om weer hier terug te zijn. Gewoon lekker met mijn familie en vrienden. En ja, ik heb het ook wel een klein beetje gemist. Het is wel af en toe fijn om er even tussenuit te gaan. Even uit die sleur. En nou ben ik weer helemaal refreshed en kan ik me weer helemaal herpakken. Dus ik dacht, ik ga mijn Spanje avontuur afsluiten met een video met allemaal tips omtrent alleen op reis gaan. Ik ben geen expert. Het is niet nu ik één keer alleen ben weggegaan. Ik nou helemaal een professional ben in alleen reizen. Maar er is wel echt een heleboel wat ik heb geleerd. Ik heb ook al een heleboel geleerd via andere video's die ik bekeek voordat ik überhaupt vertrok. En ik heb ook een heleboel geleerd echt op mijn trip zelf. Want alleen op reis gaan is een avontuur en er zijn wel echt een aantal dingen waar je op moet letten en een aantal handige tips en tricks. Want ja, het is wel echt een stukje anders dan als je met iemand bent. Dus ik dacht, ik ga jullie helpen, motiveren. Want ik raad het sowieso iedereen aan. Ik raad iedereen aan om minimaal één keer alleen op reis te gaan. En ik ga jullie daarmee helpen vandaag met mijn tips voor vooral voor een vrouw. Als je als vrouw alleen reist, is het nog extra gevaarlijk en moet je wat extra opletten. Helaas moeten wij vrouwen extra opletten en mannen niet. Maar ja, het is nou gewoon eenmaal hoe het is. Het is niet te veranderen. Dus ik hoop dat ik jullie een beetje vooruit kan helpen met de tips van vandaag. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, ik heb 10 tips hier staan in mijn phone. En ik ga ze allemaal met jullie af. Ik ga beginnen met tip 1. En die tip is mij verteld in een video voordat ik überhaupt vertrok. En dat vond ik een hele goede tip. Vooral voor iemand die gewoon alles vertelt, net als ik. En dat is, vertel nooit dat je alleen bent. Als iemand jou vraagt, wie het ook is, van met wie ben je hier, wat doe je hier, et cetera. Je bent nooit alleen. Vooral als vrouw zijn, als een random man. Je gaat vragen van, ben je hier alleen? Zeg vooral geen ja. Want als je ja gaat zeggen en die man of vrouw is op iets uit en wil jou in gevaar brengen of zo, ja, dan is het gewoon heel makkelijk. Dan ben jij echt een super makkelijk doelwit. Een vrouw alleen is echt het makkelijkste doelwit ever. Dus zeg nooit dat je alleen bent. Zeg altijd, ik ben met een vriendin of familie, die zijn nog thuis of die komt eraan met mijn vriend, whatever. Maar zeg niet dat je alleen bent, behalve als echt moet. Bijvoorbeeld bij het hotel of zo, weet ik veel. Maar niet bij vreemde mensen. Zeg nooit dat je alleen bent. En dit klinkt heel obvious dat je dat niet zegt. Maar ik moet eerlijk bekennen dat als mij dit niet was verteld, ik er misschien niet eens over na had gedacht. De naïveling in mij is altijd zo enthousiast en die wil aan iedereen vertellen op wat voor avontuur ik ben en ik ben alleen en het is leuk en et cetera. Dus ja, ik vond het wel goed als heads up voor mezelf van let op, je mag enthousiast zijn, je mag je verhaal vertellen, maar ga niet aan wild vreemden op straat en zo vertellen dat je alleen bent, want ze gaan je achtervolgen. En ik heb ook echt de grootste horrorverhalen gezien van vrouwen die alleen hebben gereisd. Ja, en dat wil ik gewoon absoluut niet meemaken en niemand van ons. Vooral als je alleen in je eigen huis zit, zoals ik. Als je nog in een hotel zit, ook dan raad ik het niet aan, maar dan zijn het tenminste nog mensen. Maar als je alleen in huis zit, Airbnb, whatever, dan helemaal niet. Dus let daar echt op. Nummer 2, een app die mij heel goed heeft geholpen. Mijn zus had gezegd dat ik die moest downloaden. En ik had nog iets van, ja, misschien hoeft het niet, maar dat is de Google Translate app. Google Translate heb je echt nodig, jongens. Dit is de app. En het heeft me echt geholpen. Ik had nog iets van, nee, je hoeft niet. Mensen kunnen wel Engels of een beetje met handgebaren. Vooral als je naar een land gaat als Spanje, Frankrijk, et cetera. Deze mensen spreken gewoon geen Engels. Het was echt super zeldzaam dat iemand Engels sprak, laat staan goed Engels. Dus ik was heel blij met die app. Ik heb hem niet heel vaak hoeven te gebruiken, maar zo nu en dan wel. Bijvoorbeeld op dag 1 moest ik de accu laten maken van onze auto. En die man van de garage sprak geen woord Engels. En met echt geen woord bedoel ik echt geen woord. Helemaal niks. Dus hoe moest ik die man gaan uitleggen dat de accu van mijn auto moest worden vervangen? En hoe moest hij mij gaan uitleggen wat hij ging doen, de prijs, wanneer ik hem moest ophalen, et cetera. Dus het was best wel een lang gesprek en dat is heel moeilijk als je niet eens kunt praten met elkaar. Dus zonder die app was het me niet gelukt. En wat ook fijn is aan die app, je kunt ook gewoon zo praten. Je klikt gewoon hier op gesprek
En dan doe je zeg maar jouw taal naar Spaans bijvoorbeeld. Hallo, mijn naam is Sarah, kunt u mij helpen? En dan komt hier letterlijk de Spaanse versie ervan te staan. En hij spreekt het ook uit, kijk. Hola, mi nombre es Sarah, me pueden ayudar? Dus dat is helemaal handig. En zo heb ik het letterlijk gedaan met die man en het ging echt prima. Dus Google Translate app, helemaal gratis en voor niks. Super handig als je in het buitenland bent. Tip nummer 3, en dat is nog een app, en dat is de Cabify app. Daar heb ik ook over verteld in mijn video. Dat is deze app. En dit is een taxi app, een super betaalbare taxi app. En het is heel makkelijk, heel simpel. Ik heb het ook één keer helemaal verteld in een van de vlogs toen ik hem had gebruikt. Het kost je een stuk minder dan de gewone taxis. Echter heb je het niet in elk land. Dus ja, het verschilt wel per land, maar daar had je het wel. Je klikt gewoon aan waar je heen wilt, vanaf waar naar waar. En dan gaat hij gewoon letterlijk op zoek naar een chauffeur in de buurt. Je kunt zijn naam zien, foto en zelfs de kentekenplaat. Dus je gaat dan ook niet per ongeluk in de verkeerde auto of zo, weet je wel. En er staat binnen hoe lang die er is. Je kunt hem ook gewoon helemaal zo volgen. En de prijs, obviously, die moet je ook weten, die staat er ook bij. Dus deze heb ik gebruikt om bijvoorbeeld naar de stad te gaan. Want parkeren daar was echt een hel. Dus ben ik gewoon door hun opgehaald en ook weer naar huis gebracht. Was iets van 11 euro of zo heen en 11 euro terug. Super makkelijk, super snel en echt ideaal. Vooral als je geen vervoer hebt in het buitenland. Tip nummer 4 is een portable oplader. Als je iets niet wilt als je alleen bent, is het dat je telefoon uitvalt. Als je alleen bent, echt, je phone is je alles. Je phone is jouw vriend. Jouw connectie met de buitenwereld, bellen, et cetera. Jouw telefoon wordt echt jouw alles. Mijn phone was echt gewoon mijn rechterhand die hele trip. Als ik mijn phone zou verliezen of zo, was het echt rampzalig geweest. En als hij uit zou vallen, terwijl ik hem moet hebben, ik moest er zelfs mee betalen. Ik had gewoon af en toe mijn portemonnee niet eens bij. Dus het was super belangrijk dat mijn phone bleef opgeladen. Dus het is heel handig als je die bij hebt. Vooral als je echt een volledige dag weg bent. Geloof me, je phone gaat leeg. Vooral als je er heel dag op zit als ik. Dus neem een portable oplader mee. Want je kunt helaas niet overal opladen. Vooral als je echt gaat backpacken. Of echt naar een gebied gaat in de natuur of zo. Ja, je kunt dan gewoon niet opladen. En dan is het wel fijn als je phone gewoon is opgeladen, weet je wel. Je hebt ze ook gewoon echt heel goedkoop bij de Action. Het is gewoon heel handig om het te hebben. Misschien hoef je hem niet eens te gebruiken. Dat had ik. Want ik ging best wel vaak weer terug naar huis. Dus ik kon heel daar gewoon thuis opladen. Maar toch gewoon, just in case, is het gewoon heel handig om te hebben. Als je alleen reist, is veiligheid echt iets wat echt op nummer 1 staat. Normaal als je met iemand bent, je let wel op en zo. Maar je bent toch iets meer op je gemak. Je bent toch iets minder op je hoede dan als je alleen bent. Dat was iets wat me echt opviel. Ik ben nog nooit elke dag zo op mijn hoede geweest als dat ik daar was. Ik lette echt continu op. En normaal is dat echt helemaal niet zo extreem. Dus je gaat echt merken dat als je alleen bent, echt, je echt super op je hoede bent. Wat ook gewoon echt moet, want je bent alleen. Dus ja, je gaat dan ineens op van alles letten wat je moet hebben. En je gaat heel veel backup plannen maken. Maar daar zometeen meer tips over. Tip nummer 5. En dat heeft ook te maken met je veiligheid. Is heb ook altijd cash geld thuis. Voor het geval je portemonnee verliest, wordt gestolen, whatever. Altijd cash geld hebben thuis. Ik had 100 euro cash thuis liggen. En maak een foto van je paspoort. Want als je die verliest, is het ook een probleem. En als je jezelf niet meer kunt identificeren, dat is ook een probleem. Dus mocht je je paspoort verliezen, dat is een van de extreemste, zwaarkutste dingen die kunnen gebeuren als je alleen reist. Dan heb je in ieder geval een foto ervan. Ik heb die gemaakt en ik heb die gewoon in mijn mail. Dus ik kan hem altijd opzoeken. Je kunt hem ook printen en gewoon in je huis laten. Maar ik vond het gewoon fijn, gewoon in mijn mail. Dan heb ik hem gewoon altijd. Dus cash, geld hebben thuis. En een foto van je paspoort. Dus mocht je je portemonnee en je paspoort verliezen, dan heb je in ieder geval nog een manier om je te identificeren. En heb je nog wat geld, whatever, te kunnen betalen. Snap je? Dat is wel echt heel belangrijk. Want geloof me, je wilt niet gestrand zijn in een ander land zonder identificatie en zonder geld. Ja, dat is echt een ramp. Dus heel belangrijk. Tip nummer 6 is een tip waar ik zelf achter ben gekomen, wat ik gewoon niet zo fijn vond. En ja, ik dacht dat is wel een goede tip voor al de vrouwen vooral. En dat is ga in de avonden niet parkeren in een parkeergarage. Dit was ook iets waar ik helemaal niet over na had gedacht. Ik parkeer gewoon altijd het liefst juist in een garage. Maar ik weet nog dat ik één keer wat later was, 11 uur of zo, en het was al helemaal donker en ik liep die garage in.
En het was helemaal leeg. Wel 1 à 2 mensen hier en daar. En ik dacht bij me eigenlijk, oké, als iemand mij nou iets wil aandoen, is dit echt de plek, zeg maar. Zeg maar, als je mij iets wilt aandoen, dan was dat gewoon de ideale gelegenheid. Dus ik dacht bij me eigenlijk, oké, hier ga ik wel over nadenken. De volgende keer als ik laat weg ben en dat weet, dan ga ik gewoon op straat parkeren. Want het was ook gewoon super druk buiten en zo. Het was letterlijk alleen maar in die ondergrondse garage, was helemaal leeg. En ik dacht bij mijn eigen, ja, dat was wel een beetje eng. Ik rende ook gewoon bekant naar mijn auto. Ik dacht, ja, ik laat me echt niet hier iets gebeuren. Dus ik dacht bij mijn eigen, ja, vooral als vrouw is dit misschien niet heel handig als je elke avond, nacht hier moet lopen in je uppie. Dus ja, dat was wel iets wat ik, ja, als een beetje eng ervaarde. Ik ben niet heel vaak bang geweest of zo, maar toen had ik wel iets van, oké, dit is niet heel handig. Tip nummer 7 is niet te veel van tevoren plannen. En dit is een tip die ik geef als een complete planner. Ik ben echt een planner. Ik plan alles. Ik hou niet van chaos. Ik wil altijd van tevoren alles weten. Dus voor mij is een avontuur aangaan zonder ook maar iets te weten of iets te plannen spannend. Maar toch raad ik het aan. Je kunt wel hier en daar iets plannen, maar ga niet je hele dagen van tevoren vol plannen. Want je weet niet waar het avontuur je brengt. Vooral als je alleen reist. Dit is wel echt een tip. Alleen als je alleen reist. Als je met iemand bent of een groep is wel handig als je gewoon plant. Maar vooral als je alleen reist. Je bent echt letterlijk op een avontuur. En er kan van alles gebeuren. En dat heb ik daar ook gezien. Misschien ontmoet je iemand en weet die persoon leuke plekken om heen te gaan. En als je al jouw hele dagen vol hebt geboekt, dan ben je niet meer echt flexibel om iets spontaan te gaan doen of met iemand iets te gaan doen of whatever. Of je ontdekt daar iets leuks wat je nog niet wist en dan heb je iets van, oh, dat had ik wel vandaag willen doen, maar dat kan niet, want ik sta letterlijk helemaal vol geboekt. Dus ik persoonlijk had helemaal niks gepland. Ik had wel een aantal dingen in mijn hoofd die ik wilde gaan doen, maar ik had niks vastgepland. Ik dacht, nou, dat kan ik ook wel gewoon daar doen, wat ook gewoon prima kan. Dus ik zou zeggen, plan niet te veel van tevoren. Ga niet je hele reis vol boeken. Hou ook gewoon wat dagen open. Gewoon om lekker spontaan te zijn, om te wandelen en om gewoon echt letterlijk blind een avontuur aan te gaan. Want geloof me, spontane dingen zijn echt het leukste en je belandt echt in leuke plekken en zo. Dus ja, dat is wel een tip die ik heb voor jullie. Tip nummer 8 is een tip voor mensen die net beginnen. Beginners zoals ik, die voor het eerst gaan reizen, is begin dichtbij. Ik weet dat er ook mensen zijn geweest, die heb ik gezien online, die letterlijk voor een eerste reis super ver weg en super lang zijn weg geweest. Ik vind dat echt heel erg knap. Maar in mijn hoofd zijn dat dan vaak mensen wiens karakter het niet heel eng vindt en wiens karakter dit gewoon kan. Als je iemand bent als ik die niet echt gewend is om dingen alleen te doen en het echt heel eng vindt en gewoon echt de angsten wil overwinnen en er niet echt heel flexibel en makkelijk in is, is begin met een reis dichtbij. Ga niet al te ver. Ik ben dus gegaan naar Spanje. Is slechts 2 uur hier vandaan. 2 uur vliegen. En ik had daar al ons huis. Dus het was allemaal iets makkelijker en wat minder eng voor mij, omdat ik ook al wist waar ik heen ging en ik er al ben geweest. Dus daarom ben ik begonnen met dat als reis nummer 1. Hoe eng ik het ook vond. En alsnog vond ik het al super eng. Laat staan, nou, als ik helemaal naar een land ging, 12 uur hier vandaan of zo. Dus begin makkelijk. En als je zelfs al nog te eng vindt om echt naar een ander land zo ver te gaan, begin dan gewoon met een weekendje weg. Gewoon in ons land of whatever. Of gewoon naar Frankrijk, Londen, Engeland. Weet je wel, dat soort plekken die echt extreem dichtbij zijn. Begin gewoon met dat. Gewoon een lang weekend. Een paar dagen, maximaal een week of zo. Mocht je toch niks vinden, dat je ook gewoon weer snel terug kunt gaan. Want ik vond het echt fantastisch. Maar het kan ook zijn dat jij misschien iets hebt van, nou, ik vond het echt helemaal niks. Ik vond het te eng. Het is niet mijn ding. Dat kan en dan ben je niet al te ver weg. Tip nummer 9 is, hou in je achterhoofd dat dingen mis zullen gaan. Dingen zullen gewoon misgaan, dat had ik ook. Ik heb ook een hele vlog geplaatst over een dag die compleet misging. Oh my gosh, ik wist niet wat het was. Ik had ook al wel van tevoren in mijn hoofd van, oké, er zullen dingen misgaan. Want als je in je hoofd zit met alles zal goed gaan, het wordt helemaal leuk, niks kan misgaan. En als er dan iets misgaat, ja, dan ben je echt depressief AF. En dan heb je er gewoon geen zin meer in, omdat je gewoon echt gewoon de hele grond inzakt omdat je het gewoon niet had verwacht. En als iets gebeurt wat je niet verwacht en het is negatief, ja, dat is gewoon echt een aanslag op je mentale welzijn. Dus heb alvast in je hoofd van, oké, er zullen dingen misgaan en dan als het gebeurt is het niet meer zo extreem. En
is het niet zo'n harde klap en kom je er ook gewoon weer snel overheen. Ik heb letterlijk een hele dag gehad die helemaal misging. Ik weet niet wat het was, maar alles gewoon ging mis. Maar de next day ben ik gewoon weer blij opgestaan en ging ook gewoon alles weer goed. Dus probeer gewoon elke keer weer het beste ervan te maken. Gaan dingen mis? Prima, whatever. We gaan gewoon weer door. En onthoud, alles is altijd op te lossen. Tip nummer 10. Mijn laatste tip is boek alleen maar een heenvlucht. Ik heb ook alleen maar een heenvlucht geboekt. Vooral als je hiermee begint en niet echt weet wat je kunt verwachten. Omdat je dus niet weet wat je kunt verwachten, weet je ook niet zo goed wanneer jij terug zult willen. Dus ik had in mijn hoofd, ik blijf 2 weken. Maar ik dacht, dat kan minder zijn, dat kan meer zijn, weet ik veel. Dat weet ik letterlijk pas als ik daar ben. Dus ik heb alleen maar de heenvlucht geboekt. En ik kwam gewoon terug naar 11 dagen. Dus ja, toen heb ik gewoon weer daar mijn terugvlucht geboekt. Heel makkelijk. Je kunt letterlijk nog die dag vaak een vlucht boeken. Dus als je ineens weg wilt, maak je niet druk. Je hoeft niet nog 3 weken te wachten of zo. Er zijn echt elke dag wel vluchten. En mocht je het daar echt geweldig vinden, als jij al binnen 10 dagen een vlucht terug hebt geboekt. En bij dag 10 heb je iets van, ik vind het wel leuk, ik had willen blijven. Dan is het heel zonde. Want ja, of je mist gewoon je vlucht en je blijft en dan heb je betaald voor niks. Of je pakt je vlucht en dan moet je gewoon echt weg. Dus het zou heel zonde zijn als je een vlucht terugboekt terwijl je nog helemaal niet weg wilt. Of je wilt al vroeger weg en je moet per se wachten op die vlucht die je hebt geboekt. Dus boek alleen maar een heenvlucht en kijk gewoon waar het avontuur je brengt. Nou mensen, dit waren dan mijn 10 tips voor alleen op reis gaan. Heb jij nog een goede tip? Laat het ons weten beneden in de reacties. Want ik ben van plan om nog een keer weg te gaan. Misschien naar een ander land of weer naar daar. Ik weet het nog niet. Ik heb nou in mijn hoofd dat ik misschien naar Rome wil. Dus dat is nou in mijn hoofd voor mijn next trip. En ja, ik hoop gewoon echt dat jullie hier iets aan hebben gehad. Dat jullie hebben genoten van mijn hele eerste keer alleen op reis vlog. Ik heb er zoveel content nu over geplaatst. Jullie zijn mij vast helemaal zat. Deze video is ook echt het laatste wat ik erover plaats tot aan mijn next trip. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En dat ik jullie heb gemotiveerd om misschien ook alleen op reis te gaan. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!